Een beetje boos. Ik wil gewoon vermaakt worden. Nu vind ik het leuk. Nu kijk je weer echt boos uit je ogen. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Bastiaan. En ik ben Ellie. En welkom in ons drugslab. Ja, in dit lab proberen we verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. En ben jij nou benieuwd naar bepaalde drugs? Laat even weten in de comments. En Vissa en Psytrancer. Ja, en Fralor Grafom. Ja, die waren heel erg benieuwd naar. Canna. Dit is onze canna. Je kan het legaal kopen in de smartshop in Nederland. Het is een bruine poeder en... ja, het ruikt echt vet goor. Beetje plantaardig, maar ook chemisch. Ziet er mooi uit, toch? Ja. Beetje hoog. Vind je het spannend? Ja, ik vind het altijd spannend. Ja? Ja, zo'n nerd vind ik gewoon. Ja, canna verbetert de gemoedstoestand, dus je wordt licht euforisch. Nou, ik heb het al een keer gedaan, maar het is niet dat ik helemaal uit mijn pan ging of zo. Ik werd wel vrolijk en ik voelde me beter, maar het is niet dat ik echt stond te stuiteren. Dat niet. Nee, en ook schijnt het wel een beetje je angstgevoelens te verminderen, omdat je er heel relaxed van wordt. Mm-hmm. Dat kan ik wel gebruiken. Canna wordt echt al super lang gebruikt. Al 225 jaar geleden werd er al gerapporteerd dat een inheemse stam, de Hottentotten, kauwde op de wortels van canna. Nou ja, en dan bleven ze de hele dag daarop kauwen. Dan werden ze dus een beetje euforisch en ontspannen. Nou, wij gaan het niet kauwen, wij hebben een extract. En dit kan je oraal innemen. Je kan er bijvoorbeeld een lekker theetje van maken. Schijn je wel een beetje misselijk van te worden. Je kan het ook roken en je kan het ook snuiven. Nou, jij gaat snuiven, je hebt verschillende doseringen. Een milde dosering is 25 milligram tot 50 milligram. Een medium dosering tot 100 milligram. Een sterke dosering tot 250 milligram. En een hele sterke tot 500 milligram. En mocht je het dan op een andere manier innemen, dan zijn de doseringen dus weer anders. Ja. Ik denk dat je voor 100 milligram moet gaan, want ik had er van een keer 75 gedaan en ik voelde het wel, maar heel licht. Jij als ervaren tripper, gebruiker, kan 100 wel aan, denk ik. Wel? Sorry, pap. Ja, dat deed ik, denk ik ook. Ja. 101. Voordat je gaat snuiven, moet ik nog wel even zeggen, combineer nooit met alcohol, drugs of medicijnen. En zeker niet met SRI's of mouwremmers. Ga je gang. Snuiven maar. Ja. Ah, dat brandt in mijn neus. Ja? Ah. Ja, het is echt alsof je thee snuift. Ja. Oh, ik vind het helemaal niet lekker. Oh. Ah. Je moet het wel goed verdelen. Ja. Ah. Het is wel het nadeel als je snuift, omdat het heel erg prikt. Het kan ook leiden tot neusbloedingen, jeuk, verstopping. Ja, daarom wordt het eigenlijk ook afgeraden om veel bij te nemen. Mm-hmm. Omdat dit voelt echt niet lekker in je neus. Het zit er in je ogen. Ja, ik vind het echt helemaal niet lekker. Ik krijg het gevoel alsof ik een Turks kruidenpotje in mijn neus heb. Ik vind het echt naar nu. Ik weet niet waarom. Ik ben ook een beetje misselijk. Ja, dat kunnen bijwerkingen zijn zoals misselijkheid, lichte hoofdpijn, slapeloosheid. En na de tip kan je dan weer angstgevoelens krijgen en weer geïrriteerd raken. Nou, gezellig. Maar dat gaan we niet voor deze keer. Nee. Voel je je wel wat beter nu? Ja, ik vind het alleen maar, ik hou gewoon niet van snuiven. Ik vind, ik vind iets in je neus gewoon echt heel goor. Even lekker gaan zitten, ja. Want als je nu zo gaat liggen, dan ben je straks weer moe en dan heb ik er weer geen niks aan en dan vind ik het ook niet meer leuk en dan ga ik naar huis. Dan stop ik ermee. Oké. Okay. Ik voel dit wel al. Ja? Ja, ik word een beetje... Ik krijg een beetje zweethandjes. En ik heb het gevoel alsof mijn oren opeens een beetje dicht zitten. Ook even dat je moet acclimatiseren of zo, dat je even niet zo goed weet. En ik merk ook dat ik dus niet weet of ik het warm of koud heb opeens. Het is een beetje alsof er een soort van dekentje om je heen komt. En ook een beetje in een soort van bubbeltje. Mm-hmm. Alsof je opeens een beetje met jezelf bent. Ja, ik moet wel even wennen aan wat dit is, zeg maar. Ik keer een beetje in mezelf. Ik heb wel soms zoiets van als we hier zitten en jij voelt je heel erg in jezelf. Misschien moet je dan even wat meer naar buiten treden, dingen doen, dingen ondernemen. Ja,
Snap je? Ja. Anders blijf je alleen maar in die bubbel zitten. Wij zitten hier met drugs op en meestal als je op een feestje bent is dat veel anders. Ja. Dan merk je dat niet wanneer het inslaat, maar hier maak je gewoon alles mee. Ja, je bent heel bewust ja, van even, ik voel me, mijn handen worden koud en een beetje zo klam. En even dat je gewoon anders voelt dan normaal. Ja. Het is niet een heel groot verschil, maar ik weet het gewoon even niet allemaal. Een beetje boos. Waarom ben je boos? Ja, weet ik niet. Een beetje van, oh. Nee, ik weet gewoon even niet. Ik vind het gewoon even niet zo leuk. Ik weet het echt even niet. Dat is helemaal niet zo heftig. Maar het is meer... Ik keer gewoon een beetje in mezelf en dan denk ik, ja... Het boeit me opeens allemaal niet meer zoveel. Ik heb gewoon even geen zin. Ja, maar... Gewoon even geen zin. Ik heb gewoon inderdaad... Ik heb eigenlijk gewoon even nergens zin in. Maar het kan een effect zijn, hè, wat je nu hebt. Ja. Inderdaad. Ja. Oh, wat raar. Gezellig. Maar wat ik wel dus opmerk, als we nu inderdaad gewoon een beetje grapjes aan het maken zijn, dan wordt het wel een beetje leuk. Ik wil gewoon vermaakt worden. Nou, dan kunnen we wat leuks doen. Namelijk, ja. Bloemschikken. Heb je er echt zin in? Nee. Nee, net vond ik het nog leuk. Nou, misschien als we eenmaal bezig zijn dat het dan... Ja, dat is echt voor trutjes van 60. Dat is ook echt zo. Ja, ik denk wel dat dit spul gewoon heel veel invloed heeft op je stemming. Gewoon ja? Hoe je ook al voelde. Ja. Ik heb best wel een beetje een druk hoofd. Ja, gewoon hè, dat ik denk, hè, wat doe je nou? Ja, ik vond het toch niet zo mooi nog. Dat schrikt niet. Nou, dat schrikt niet. Maar vind je dit nu wel leuk om te doen? Ja, nu vind ik het leuk. Ja, maar je gaat echt jouw stem in, jongen. Dan lach je weer. Alle dan kanten. Word je weer boos. Ja. Dan word je geïrriteerd. Ja, ik weet het ook niet. Nou, ben je nou een beetje depressief of voel je niet goed, zit je niet lekker in je vel, behandel jezelf dan niet met canna. Nee. Dat is gewoon vet gevaarlijk. Nee, dan moet je gewoon lekker naar de huisarts gaan en kijken of je je problemen kan behandelen. Ja. Dat klonk echt zo aardig. Net al aardig. Je kan soms zo lullen zijn. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet. Ik ben toch echt bijna nooit zo chagrijnig. Nee. Ik ben gewoon een beetje zo chagrijnig. Heb je honger? Nee. Nee, zie je. Want canna vermindert ook weer je eetlust. Ja, dat merk ik wel. Ik heb ook niet. En ik hoorde ook dat mocht je roken, dat het behoefte aan nicotine vermindert. Ja, dus dan ben je eerst verslaafd aan roken en daarna aan de canna. Ja. Nee, maar vooralsnog is het niet verslavend. Nee. Net was je dus weer blij. En nu als ik weer naar je kijk, nu kijk je weer echt boos uit je ogen. Echt een beetje zo agressief, zo'n kwaaie blik. Ja, terwijl dat had ik bij dit spul totaal niet verwacht. Ja, ik weet het gewoon even niet. Ik wil lekker vrolijk worden, hè? Ja. Ik wil weer lachen. Ga eens lachen naar die camera. Ik wil lachen. Oh! Ja, gaat alle kanten op. Ik vind het hartstikke leuk met jullie. En ik had hier eigenlijk heel weinig van verwacht. Maar ik merk gewoon wel dat het... Ja, ik merk gewoon inderdaad dat het me allemaal niet zo heel veel boeit. En dat ik een beetje zo baldadig word. Ja. Een beetje zo'n baldadig kind. Maar het is zo raar, want ik werd er best wel vrolijk van. Alleen ik werd helemaal niet boos of iets. Ja, maar misschien voelde jij je ook gewoon helemaal goed. Ja, ik heb ook wel gewoon zin om me fijn te voelen. Maar soms dan gaat het even sluipen en even zo... Ja. Tussendoor. Ja, laten we het leukste doen. Nou, kijk eens. We hebben een leuke hobbyhoekje van gemaakt. Wat gaan we doen? We gaan een kijkdoos maken. Ik ga de doos prepareren en dan mag jij alvast kleuren. De panda hoef je niet in te kleuren, want die is altijd al zo. Ja, die is al zwart-wit. Zander. Het is een leuk muziekje onder. Ja, ik ben nu wel eigenlijk gewoon wel relaxed, geloof ik. Ik ben nu ook niet zo... Nu is het wel oké. Maar ik vind het wel grappig, want ik ben dus echt bijna nooit chagrijnig. Dat is gewoon als je iets leuks aan het maken bent, mm-hmm. Als je iets, ja, dan heb ik wel een lekker gevoel. Omdat de sfeer dan gezellig is. Oh. Dat is mooi, hè? Hoe voel je het om te doen? Heel relaxed. Ja, ben je er rustig van? Ja, ik vind het echt heel fijn. Ja? Ja, ik merk
dat ik nu ook gewoon me heel chill voel. Ik denk ook wel iets rustiger. Het is ook gewoon heel erg leuk om iets te maken. Ja, ik word er wel vrolijk van. Ja? Ja. Nou, ik ben benieuwd of je vanavond ook dat zo vrolijk voelt. Ik ook. Ik heb heel goed geslapen. Ik voel me helemaal oké. Geen gekke dips. Het enige wat ik wel gewoon geleerd heb, en het is niet dat ik echt niet goed in mijn vel zit, maar ik was een beetje met een vol hoofd. Ja, en dan kan je denk ik gewoon beter van drugs of alcohol afblijven. Want ik merkte wel echt dat mijn mood echt zo ging. En ik ben echt nooit zo gereinig. En nu had ik dat toch wel echt een beetje ervaren. Maar ja, oké. Lieve mensen, we hebben een drugslab BNN Vara Instagram account. Volg die even. En ook een persoonlijke Instagram account voor als je wil weten ja, hoe het allemaal met ons gaat en wat we nog meer uitspoken. Heel graag tot volgende week. Heel veel kusjes. Doe duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doei!